Mijn pitch gaat namelijk over trillingen in CLT-vloeren. CLT, ja, dat hebben we vandaag al vaker voorbij horen komen, zien komen. Staat voor Cross Laminated Timber, in het Nederlands kruiselings gelamineerd hout. En het is een fantastisch product om vloerconstructies mee te maken. Als een constructief ontwerper of een constructeur een vloerconstructie gaat ontwerpen, dan ontwerpt hij deze op een aantal punten. Een vloer moet natuurlijk sterk genoeg zijn voor de veiligheid. Een vloer mag niet te ver doorbuigen, want de vloerconstructie zelf, maar de ruimte eromheen, die moet ook nog bruikbaar zijn. En als laatste moet een vloer op trillingen beoordeeld worden. Enerzijds kunnen trillingen op die manier beoordeeld worden dat deze niet tot bezwijk van een constructie leiden, want trillingen kunnen tot een resonantie leiden, zoals bij de brug in het plaatje. Maar trillingen dienen ook beoordeeld te worden op het gebied van comfort. Een trilling kan namelijk voelbaar zijn of zelfs als oncomfortabel worden ervaren. Als ik het heb over trillingen op vloerconstructies in gebouwen, dan gaat het vaak over trillingen die geïnduceerd worden door lopende mensen. Een lopende persoon op een vloerconstructie kan een trilling veroorzaken die dus door iemand anders op diezelfde constructie voelbaar of oncomfortabel is. Nou, blijkt zo te zijn dus dat als je een CLT-vloer gaat ontwerpen, constructief gezien, dan zijn die laatste twee criteria, dus de doorbuiging van die vloer en de trilling, en dan met name trilling op het gebied van comfort, maatgevend voor de dikte van die CLT-vloer. De Eurocode die geeft een aanreiking om zo'n vloerconstructie op trillingen te kunnen beoordelen. Daarvoor moet die vloerconstructie wel aan twee vereisten voldoen. En dat is namelijk dat de vloerconstructie een eigen frequentie heeft van 8 hertz of hoger. En de vloerconstructie die moet in een woongebouw gelegen zijn. Alleen dan zijn de rekenregels die de Eurocode stelt toepasbaar. Wanneer een van deze twee vereisten niet voldoen, dan schrijft de norm, de Eurocode, aanvullend onderzoek voor. Echter schrijven ze niet precies voor hoe dat aanvullende onderzoek er dan uit moet zien. En nou wil het zo zijn dat wanneer je een CLT-vloer constructief uitnut, dus wanneer je zo min mogelijk materiaal gebruikt om een zo lang mogelijk overspanning te maken, dan voldoet meestal die eigen frequentie-eis van 8 hertz niet. Wat de meest logische stap dan vervolgens is, is om extra materiaal toe te voegen, om materiaal wat je dus in principe niet constructief nodig hebt, toe te voegen om maar de rekenregels van de Eurocode te kunnen volgen. Nou ja, voor mij voelt dat een beetje hetzelfde alsof je online gaat shoppen en je bestelt drie pakketjes, de drie pakketjes die je nodig hebt, maar de verzendkosten worden niet vergoed. Dus wat doe je? Je bestelt nog twee extra pakketjes die je eigenlijk helemaal niet wilt, maar die bestel je omdat dan de verzendkosten vergoed worden. Dus waarom zou je materiaal gaan toevoegen om maar rekenregels te kunnen volgen? Daarvoor heb ik een stappenplan geïntroduceerd en met dit stappenplan zouden constructief ontwerpers, constructeurs, middels een aantal stappen dat aanvullende onderzoek uit kunnen voeren. Het is relatief platgeslagen, dus het is relatief simpel en laagdrempelig om dit te doen. En volgens mij is daardoor geen overdimensie meer nodig om een uitgenutte CLT-vloer toe te kunnen passen. Mijn pitch was een stuk korter dan die van Vincent, maar dankjewel voor jullie aandacht.